Vandaag is het open toernooi van de Maletten 2016. Al de hele week wordt er gespeeld. Vandaag de finale dag die in het teken staat van ALS. Heel bijzonder. En we staan bij de wedstrijdleider Kasper. Goedemorgen. Van Von, moet ik zeggen, Harenberg. Yes. En Kasper, jij organiseert het toernooi. Ja. Vertel even, wanneer is dit toernooi ontstaan? Nou, het ontstaat natuurlijk altijd vanuit de passie die we samen delen met alle mensen op het park en dat is tennis. Het toernooi bestaat al tientallen jaren, over generatie tot generatie overgedragen. En dit jaar 2016, nieuwe commissie, nieuwe leden, vers bloed in de organisatie. En, ja, we hebben het weer meegekregen, maar de energie van mijn commissie zorgt er denk ik ook wel voor dat het toernooi staat en loopt zoals het de afgelopen week gegaan is. Straks de finales. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, perfect. We hebben natuurlijk heel mooi weer gehad. Dus het eerste compliment is voor mijn deelnemers dat ze onwijs goed gehouden hebben tegen de temperaturen. Maar het is gewoon een hartstikke mooi toernooi. We zitten hartstikke vol. 274 spelers. Totaal 355 wedstrijden maar liefst. Over 35 categorieën. Het zit gewoon bommetje vol. Maar het is gewoon buitengewoon goed gegaan. We mogen niet klagen. Als ik er een krabbel onder mogen zetten om het volgend jaar op deze manier nog een keer te doen, zou ik het meteen doen. Goed zo. Goed zo. Ik heb nog wel een vraag. De finale dag staat in teken van ALS. Hoe zijn jullie daaraan gekomen? Ik vind als tennissers zijn we bevoorrecht, als sporters zijn we zo bevoorrecht om te kunnen sporten. En als er iets is wat we kunnen doen, iets terug kunnen doen, in dit geval door sporten iets terug kunnen geven aan de mensen die net iets minder kunnen, die het heel graag zouden willen, dan doe ik dat heel graag. Sport is denk ik een van de basisdingen waar we gelukkig van worden, waar we heel gelukkig mee zijn dat we het kunnen. Het kan niet iedereen, mensen zouden het heel graag, tenminste mensen met ALS zouden het heel graag willen. Dus laten wij wat wij kunnen inzetten voor iets wat zij heel graag zouden willen kunnen. En het is een kleine moeite om op deze manier iets terug te doen. Dus ik doe dat met liefde en plezier. Kleine moeite voor een groot gebaar, denk ik. Ik neem aan dat er dan een financiële bijdrage gaat komen. Hoe werkt dat precies? Want ik hoorde ook iets zeggen dat in de finale met wit wordt gespeeld. Ja. Speciaal daarvoor. Vertel. Als we het park rondkijken zien we overwegend spelers in het wit. Ik kan ze natuurlijk niet verplichten om speciaal voor deze dag een nieuw shirtje aan te gaan schaffen. Maar de meesten hebben er gelukkig gehoor aan gegeven. Op baan 9 wordt er onder andere geserveerd voor het goede doel. Dus dan kun je serveren, je service laten meten voor een bepaald bedrag. De horeca daar draagt een bijdrage van af. Er staan diverse items op de wedstrijdtafel die verkocht kunnen worden. En we gaan rond met de collectebus om in ieder geval een paar honderd euro bij elkaar te kunnen rapen vandaag. En kun je al iets zeggen van wat de stand nu is? Vanmorgen, voordat de actie überhaupt begonnen was, zaten we al op een kleine 100 euro. Dus ik heb het streefbedrag op 250 euro gezet. Het lijkt heel weinig, maar voor één dag is het natuurlijk. Het zijn de kleine beetjes die helpen. Maar dat gaan we halen op deze manier, denk ik. Ik hoop het. Gaan jullie dat elk jaar nu doen voor een goed doel? Ik denk het wel. Tot nu toe bevalt het goed dit jaar. Wat ik zeg, het is bijna geen moeite om iets te bereiken voor mensen die het iets wat minder hebben dan wij. Dus ik zou niet goed met mezelf kunnen leven als ik zou zeggen, we doen dit jaar wel en volgend jaar niet. Terwijl we er dit jaar op dit moment een heel groot succes van kunnen maken. Geert-Jan, jij bent commissielid en je hebt nu 9 dagen met de finale dag mee hebben jullie gespeeld, heb ik begrepen. Hoe is dat nou verlopen? Het is niet alleen 9 dagen. We hebben natuurlijk een hele opzet hier vooraf aan. Spelers moeten zich inschrijven. Wij moeten heel veel regelen met bardiensten, met het versiering onder andere. Ballen moeten geregeld worden. Dus daar is nog een heel werk vooraf aan. Het is allemaal goed verlopen. We hebben de zondag een beetje regen gehad, maar de wedstrijden werden niet uitgesteld. We hebben ze allemaal kunnen spelen. En onderling is het goed verlopen tussen ons en ook tussen de spelers. Dus dat is heel fijn om dat mee te krijgen. Wat is nou het moeilijkste van het organiseren van zoiets? Het moeilijkste is denk ik dat je van tevoren met elkaar moet gaan zitten en dan de rollen moet gaan verdelen en dan allemaal moet gaan uitvoeren. En dan ook alles op tijd af hebben. Soms zijn er dingen die niet lukken en dan moet je op een andere manier gaan zoeken. En voor sommigen is dat net iets makkelijker denk ik dan voor anderen. Maar iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten binnen onze commissie. Nou kan ik me voorstellen dat je met het organiseren, met de voorbereidingen daar dingen moet oplossen.
Maar in de loop van die dagen dat het ook uitgevoerd wordt, ben je daar nog bijzondere dingen tegengekomen? Nou, het vervelende is altijd dat je wedstrijden moet gaan plannen. En spelers hebben natuurlijk verhinderingen door de week. En soms komt dat gewoon heel moeilijk met de wedstrijden uit. Want de ene kan op vrijdag en de andere kan op donderdag. En je moet hem eigenlijk op donderdag of vrijdag spelen. Dus dat is soms wel eens even lastig. Maar uiteindelijk vinden we bijna altijd wel een compromis. En hoe is het jullie dan gelukt om klasse 2 spelers, ik praat nu andere naar, maar klasse 2 spelers in zo'n toernooi te krijgen? Want dat komt niet zo makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. Nee, dat is inderdaad niet heel makkelijk. Nou, we hebben het geluk gehad dat we hier op de Mallette altijd redelijk hoog niveau hebben gespeeld, een aantal spelers. Dus we hebben een redelijke naam daarin al. Daarnaast, als er een paar van die spelers mee gaan doen, dan zie je dat op internet. En die hebben anderen ook weer de neiging om eraan mee te spelen. Plus een beetje rondvragen op Facebook posts plaatsen. Dat scheelt wel heel veel. Ga je volgend jaar weer meedoen? Ik doe uiteraard volgend jaar weer mee, ook in de commissie en zelf ook weer als speler. Dus daar heb ik alweer heel veel zin in. Maar eerst nog even vandaag afmaken. Is het verloop van de laatste dag, de finale dag, gegaan zoals je dat voorspeld had? Nee, ik had eigenlijk verwacht dat er wat beter weer zou zijn. Het is natuurlijk best wel bewolkt geweest vanochtend. Gelukkig breekt nu het zonnetje door. Maar het verloopt allemaal prima tot nu toe. Hey, ik blijf even blijven staan. Hey! Goed fout. Alles wel raak. Ja, alles wel. Wordt misschien in de klas nog wat mee. Nee, moet in. Moet in. Ja, ik zal wel line checken. Ik zou er één in doen en één wil. Wat heb je dan wil? 130. Line service pakken. Dat kan ik wel geloven. Oh, goed, 120. Wel eerst nu dus. Ik zet het geheel op 105. 141. Een eindig slijtje. Valt het mee of valt het tegen? Tegen. Ja, wat haal je normaal? Bij ABN AMRO had ik 165. Maar dan moet je in zo'n doek gewoon staan volgens mij. 130. Goed, 119. Dat is wel even iets minder. Ja, ik speel niet zo hard. Is dat altijd zo? Ja. Ook in de wedstrijden? Ja. Dus het is minder sterke kant. Je bent meer de tacticus. Ja, zeker. Goed zo, dankjewel. De finale staat op dit moment achter ons. De grote finale, zoals wij het zeggen. De Heren Enkel 2 finale, de hoogste categorie bij de heren. Eigenlijk de Wimbledon finale, om het zo maar eventjes te zeggen. Wie staan er tegenover elkaar? Op dit moment staan de nummer 1 en 2 geplaatst. Boris Omens uit Tilburg en Evert Plukken op de baan. Beide spelers regionaal topspelers. Boris heeft zelfs een tijdje nummer 60 van Nederland gestaan. Boris heeft hier zelfs al de competitie gespeeld. Dus die is eigenlijk een kind aan huis hier. En Evert speelt voor dit jaar voor het eerst mee. En ik sprak hem net en het zal zeker niet zijn laatste deelname zijn. Dus dan zijn we blij om te horen. Evert, nummer 2 geplaatst volgens mij. Ja. Als ik het goed heb gezien. Ja. Je bent nu klaarmaken voor de wedstrijd. Ja. Wat denk je ervan? Ja, ik ga mijn hardste best doen. Hij is eerst geplaatst. Hij is topfavoriet. Hij wint al een aantal jaren hier het toernooi volgens mij. Ik ga natuurlijk voor de winst, maar hij is topfavoriet, dus we zullen zien. Heb je al vaker tegen hem gespeeld? Nee, nog nooit. Dit is de eerste keer. Ik weet ook niet hoe hij speelt. Ik heb al een paar keer een beetje kort stuk gezien, maar er is weinig te zien om hoe ik moet spelen tegen hem. Heel veel succes. Dankjewel. Boris, ik hoor net van je tegenstander, want je gaat zo meteen de finale spelen, dat jij de topfavoriet bent. Hoe is dat? Ja, hij heeft zichzelf goed in de underdog-positie gepraat in ieder geval, dat is goed. Ik ben eerst geplaatst hier, dus in dat opzicht zou ik de favoriet moeten zijn voor deze wedstrijd. Dus ik denk ook dat ik dat ben en dat ik een goede resultaat neer ga zetten vandaag.
En dus je denkt vandaag wel te kunnen winnen van hem? Ik ga er wel vanuit, ja. Als eerste geplaatst, welk niveau is hij en welk niveau ben jij als je in termen denkt? We zijn allebei speelsterkte 2, alleen hij heeft een rating van 2,2 en ik een rating van 1,6. Dus dat is het verschil. Ja, ja. Ja. Hoe lager hoe beter? Hoe lager hoe beter in dit geval, ja. Maar heel veel succes met de wedstrijd en we zullen zien wie er gaat winnen. Ja, dankjewel. We zien elkaar straks nog wel, denk ik. Heerlijk ontspannen ga jij naar de finale zitten kijken. Nou, nog een half uur kijk ik nog en dan nok ik af. Andere verplichtingen. Ja, ja. Maar dan toch even een prognose. Ze zijn nu aan het inspelen. Maar wie denk je dat de beste kansen maakt? Ik ga voor 90% voor Boris en 10% voor Pluk. Ze hadden nog nooit tegen elkaar gespeeld. Wat baseer je dat dan op? Nou, op techniek. Boris, die heb ik verschillende keren zien spelen. En ik denk dat hij wat meer in huis heeft als Pluk. En zit jij vaak naar wedstrijden te kijken? Regelmatig. Maar ik speel liever zelf. Ja, goed. Boris is lekker bezig, dus ik hoop dat hij het vol kan houden. Ja, en soms dan kan hij wel een beetje verslappen, maar ik hoop dat het goed komt. Wat is zijn kracht? Service. En verder gewoon wel goed druk houden in de rally. Dus. En wat is dat voor jouw partner? Ja, voor hem staat het iets minder. Hij heeft net de eerste set vet verloren, dus ik hoop dat hij iets meer een wedstrijd nog van kan maken wel, ja. Wat is zijn kracht? Hij kan in principe wel goed serveren als hij zijn dag heeft. En hij slaat ook vrij hard, waardoor de tegenstanders minder tijd hebben. Wij zitten hier ook maar niet zo heel raar stellen.
Nou, Boris, van harte gefeliciteerd. Voorspellingen kwamen uit, hè? Ja, dankjewel. Ja, het is dan toch mooi dat je niet te hoog van de toren hebt geblazen. Dus nee, het kwam gelukkig wel uit, mijn voorspelling. Hoe ging het? Ja, wel, ik speelde wel goed. Maar ik denk dat ik ook wel wat mazzel had dat Evert wat minder speelde. Maar ik speelde zelf heel goed. En ik had wel gedacht dat iets meer een wedstrijd zou zijn. Dat was een spannend potje zou gaan worden. Maar ja, mede door mij en ik denk iets minder van Evert's kant ging het vrij makkelijk eigenlijk vandaag. Wat is dan het belangrijkste waar je op gewonnen hebt? Nou, service was belangrijk. Service liep heel goed bij mij. Pakte ik veel gratis punten mee of zette ik het punt goed mee op. Ja, dat had Evert wat minder. Kan normaal volgens mij ook wel goed serveren. Maar dat was eigenlijk het voornaamste, denk ik. Evert, kom je uit Tilburg en dan kom je hier toch de tweede plaats weghalen? Ja, ik heb een toptoernooi gespeeld. Ik ging voor de eerste plaats. Boris was topfavoriet. Hij speelde goed, goed aanvallend. Ik had weinig kans in de rallies. Ja, ik petje af voor Boris en een toptoernooi speelt hij en ja, ik net niet. Heb je nou iets ontdekt waarmee je de volgende keer, hoef je niet hard te zeggen, maar waar je hem de volgende keer mee gaat bestrijden nu dat je hem tegen gespeeld hebt? Ja, ik heb wel een aantal punten gezien, alleen ja, ik heb me niet vergeten, van gisteren heb ik 5,5 uur op de baan gestaan in de hitte. Natuurlijk voel ik dat vandaag ook nog in de wedstrijd. Begin van de tweede kreeg ik last van mijn arm, waardoor ik niet meer heel vol kon spelen. Nou, als ik volgende keer gewoon fit ben, dan kan ik zeker wel bijbenen en misschien dat het ook net mijn kant op kan draaien. Volgende keer succes. Jullie alle twee bedankt en maak er iets moois van vandaag. Ja, jullie bedankt. Dank je.